Hoi allemaal. Hoi. We hebben al een keer gedronken uit een wc, jawel. Als je dat wilt zien, klik dan op de i rechtsboven en dan vind je een link naar die video. Vandaag gaan we drinken uit een wasmachine. Dit is een pop en cooking setje van de site www.mostcutest.nl. Gisteren hebben we een unboxing gedaan van die site en tussen alle leuke spulletjes zat ook dit setje. We zijn heel erg benieuwd naar deze candy kit, dus we gaan hem openmaken. De wasmachine is verkrijgbaar in 4 kleurtjes. En mijn dochter hoopt dat hier de roze in zit. Ja. Jij denkt ook dat hier de roze in zit, omdat je hier een roze shirtje ziet. En omdat de roze op de voorgrond is, op het plaatje. Nou, we zullen zien. Ik hoop het. De kijkers weten het al. Jij nog niet, hè? Nee. Ja, dat is een beetje fijn. Ik zal het eruit halen. Kijk eens. Ja! De roze. Het drankje wat we gaan maken heeft een yoghurtsmaak. Nou, dat vind ik heel bijzonder voor een Japans snoepkit. Ik ook. Dus ik ben heel benieuwd of dat lekker is. En dan zit er een rietje bij. Om uit te drinken. Exact. En een bouwpakketje met stickertjes. En nou, dat gaan we nu even openmaken met de camera uit, want anders kraakt het plastic zo. Ja, voor mij kan dit al niet meer verkeerd gaan. Ik vind het nu al leuk. Dit is ook iets wat je kunt bewaren. De vraag is of ik het nu gemakkelijk los krijg. Oh, ja. Dat was één. Met een beetje kracht zetten krijg je het los. Lepeltjes ook wel leuk. Ja. Ik ben zo bang dat als ik kracht zet dat ik het breek. Misschien moet ik het proberen te knippen. Heb ik hier een schaar? Nee. Ja, ik had de schaar niet nodig, want je moet inderdaad gewoon eventjes duwen en dan laat het gemakkelijk los. Zo. Wat de camera betreft zit ik er beter voor, dus ik laat je nu zien hoe wij de wasmachine in elkaar gaan zetten. Dit is de onderkant en dan moet dit tandwieltje hierop gezet worden. En dan heb ik nog een trommel. Dat laat de wasmachine draaien. Ja, ik moet kijken, dat tandwieltje, dat laat die trommel draaien. Oh, wat leuk. Hoe verzinnen ze het? En dan had ik nog iets. Dat is de wasmachine. Die ook echt open kan. En die moet ik erop zetten. De vraag is even hoe. Oh ja, hier heb je een uitsparing. En dat is voor het tandwieltje. Dus hij moet er zo op geklikt worden. Zodat je het tandwieltje kan draaien. Ja. En dan kan die ook echt open. En met dat tandwieltje. Ik vind het eigenlijk. Dit is gewoon ook heel erg leuk te gebruiken voor poppetjes, ja. Hè? Volgens mij hebben die nog wel boven. Een Barbie pop of van die kleine poppetjes. Oh ja. En dan heb ik hier een schepje. Ik dacht een lepeltje, maar het is een maatschepje voor het waspoeder. En dat lepeltje kan, of dat maatschepje kan hier aan de andere kant. Ik kan wel even omdraaien. Zo. En dan heb je alles bij elkaar. Mijn dochtertje van 6 zal dit ook geweldig vinden. Helaas is ze er nu niet. Ze logeert bij mijn moeder. Maar dit heb ik van haar kamer gehaald. Het is van Sylvanian Families. Echt super schattige poppetjes. En het is precies de juiste maat. Het is de juiste maat. Misschien is de wasmachine iets te groot. Maar in ieder geval voor een Barbiepop is de wasmachine te klein. En ik heb een wasmand gevonden en een emmer. Maar goed, we zijn hier nu om snoep te maken. Ja. Dus dat gaan we eerst doen. En als we tijd over hebben, gaan we nog even kijken of de kleertjes ook echt in die wasmachine kunnen. Nou, dat denk ik wel. Het ziet er in ieder geval super schattig uit. Voordat we gaan beginnen met het drankje maken, gaan we eerst de stickertjes plakken. En jij wilt de stickertjes precies hetzelfde als op de verpakking, hè? Ja. Oké, nou, dan gaat dit oogje. Gaat er gemakkelijk af. Dit is de wasmachine zoals die open gaat. Dus dit is de voorkant. Dan gaat dit oogje hier. En je wilt haar laten knipogen, dus dan gaat dit oogje, want je kan er ook nog voor kiezen om een ander oogje te plakken, maar dat gaan we dan niet doen, hè. Ik heb niet goed geplakt, want nu kan ik haar wenkbrauw er niet boven zetten. Dus ik hoop maar dat ik het gemakkelijk eraf kan halen, zonder dat ik het beschadig. En dat is moeilijker dan ik dacht. Volgens mij heb ik het nu. Ja. Zo. Dus hij moet iets naar beneden, want anders kan ik die wenkbrauwen niet erboven zetten. Ja, dit valt niet mee hoor, om een wasmachine te beplakken. Het is wel leuk dat als je meerdere van deze setjes hebt, heb je gewoon bijvoorbeeld 4 wasmachines. En die kan je dan gewoon op je kamer zetten en dat ziet er waarschijnlijk super schattig uit. Ja, het is heel schattig.
Ik zag in de video van mosecutus.nl dat ze dit potje daarna gebruikten als suikerpotje. Kan ook nog. Staat ook op de verpakking. Oh, is dat zo? Ja, op de zijkant. Andere. Oh ja. En wat is dit? Daaronder? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Tissue-doos? Ik denk het. Wij hebben geen idee wat dit is. Mijn dochter zei het lijkt op Orbeez. Misschien zijn het van die geurballetjes. Nou, als iemand het wel weet, dan lees ik het graag in een reactie onder deze video. Maar nu gaan we eerst even verder met de stickers. Ja, zoals ik net al zei, dat plakken van die stickertjes, daar heb je toch nog wel eventjes je aandacht bij nodig. Ik wil nu dat rondje, wil ik precies op het rondje hebben van de wasmachine. Nou, je ziet het. Misschien dat, nou, niet helemaal perfect, maar it will do. En het oogje had ik er ook weer van afgehaald, want die wenkbrauw zat toch weer te hoog. En zo ben je heel leuk 10 minuten verder voordat je kan beginnen met het maken van je snoepjes of van het drankje. Onze wasmachine is er klaar voor. Ik heb het strikje maar aan de zijkant geplakt op het lepeltje. En mijn dochter vroeg of we het snoeppoeder in deze emmer kunnen doen. Dat vindt ze leuker. Nou, ik vind het prima. Dus knip maar open. Ja, doe hem maar in. Waspoeder. Nu moeten we de wasmachine vullen met water tot het lijntje. Ik hoop dat je het kan zien. Ik probeer het nu even aan te wijzen met dat rietje. Maar hier loopt dus dat lijntje. Ik heb besloten om het maatschepje te gebruiken voor het water. Want ik heb net geprobeerd om mijn water in te gieten. Nou, dat ging mis. Want je doet er al snel te veel in. En volgens mij is dat met dat maatschepje gemakkelijker te doseren. Ik ben er al. 2 maatschepjes, misschien nog een klein beetje erbij. En nu 2 schepjes waspoeder. 1. Dat is 1. Dat is 2. De maatschepjes waren volgens mij niet helemaal vol, dus we hebben nog een heel klein beetje erbij gedaan. Nu kun je de wasmachine dicht doen, als je zou willen. Maar dat doen wij niet. Want volgens mij is het heel leuk om te zien hoe dit gaat schuimen als je de wasmachine gaat draaien. En dat draaien doe je dus met behulp van dat tandwieltje daar. Ik heb de wasmachine vast. Mijn dochter gaat nu draaien. Ga je gang. Misschien hadden we eerst moeten roeren. Nee. Nee? Echt te grappig dit. Maar gebeurt er wat? Dat is de vraag, ja? Ik zie het schuimen. Oh ja. Ga dan maar even door. Ja hoor, daar komt het. Je moet hem behoorlijk hard draaien. De was is klaar. Even moeten werken, maar de wasmachine is bijna overstroomd, dus volgens mij is het klaar. Ga je gang. Ik ben heel benieuwd of het lekker is. En? Het smaakt helemaal niet naar yoghurt. Daar was je bang voor, hè? Jij dacht dat is niet lekker, yoghurt. Ja, het doet me een beetje denken aan grape en citroen. Mmm. Het is heerlijk. Oh, het is echt lekker. En nu mag ik eindelijk deze wasmachine uitproberen. Ik heb nog wat leuke kleertjes die ik wil wassen en ik ben heel benieuwd of dat lukt in deze superleuke wasmachine. Het begint al lekker te schuimen. Wat een supergoed wasmiddel zeg! Oeps! Een beetje te veel schuim, maar de kleertjes zijn vast goed schoon. Voor ons tijd om deze video nu af te sluiten en ik heb zo'n idee dat er nog vaak met deze wasmachine gespeeld gaat worden. Wat vond jij van deze set? Heel erg leuk. Ik vond hem ook super super leuk. Als ik een cijfer zou moeten geven, krijgt deze set van mij absoluut een 10. En van jou? 10 plus. Een 10 plus. Nou, voor nu bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag! Dag.